We staan hier op de Blue Rhapsody en ik neem jullie graag even mee naar binnen voor een kijkje behind the scenes en een sneak preview van hoe de Blue eruit komt te zien. Dus loop met me mee. Ondanks het mooie weer is het een beetje winderig, dus jullie horen mij zo niet meer. Maar we lopen nu naar het topdek, dus kijk met me mee. Hier kom je straks binnen in de Blue Rhapsody. Dan gaan we straks deze mooie deuren heen. Dan heb je hier links heb je straks de balie staan. Daar loop je naar het theaterdek. En je ziet, de vloer ligt er al in. En hier is de lobby. Wanneer je deze trap naar beneden loopt, kom je uit in de garderobe. En aan de achterkant komen de toiletten. Hier lopen het theaterdek op, waar momenteel de vloer al in ligt. Hier kijken we uit op de pasgelegde vloer op panoramadek. En dat gat wat jullie daar zien is de vide. Dit is Kevin. Die begeleidt de hele bouw vanuit Kost in Beweging. Grote ruim met 2x600 pk. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar dit is een kolom voor een van de sputpalen. Die staan hier achter op het dek. Dus de sputpaal die bij Jan bij Misty wordt gemaakt, die komt hier zo naar beneden. Dit wordt de kantine, de slaapvertrekken voor de crew en backstage. Belangrijke afdeling in het schip, dat is namelijk de keuken. Die zien jullie achter mij. Hier wordt de keuken volledig neergezet en gerealiseerd. Koude kant, warme kant, afwas, vriezeropslag, voorraad. Alles wordt hier straks netjes ingebouwd. Hopelijk hebben jullie een klein beetje goede indruk gekregen van de bouw die momenteel gaande is. Het gaat hard, de isolatie zit overal tegenaan. En de Blue krijgt steeds meer vorm. Binnenkort meer, maar dan hebben jullie in ieder geval nu alvast een goede indruk.